Ik ben non-conformity en release officer in Nijmegen bij Mead Johnson Nutrition. Wij maken babyvoeding voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Ik behandel alle afwijkingen die ontstaan tijdens het productieproces, maar ook die vanuit het lab kunnen komen. En zo bepalen wij welk product wel naar de markt mag en welk niet. En ook een klein stukje marktklachten, dus als er een consument een deuk in het blik heeft bijvoorbeeld, dan gaan wij op zoek naar een oorzaak om dat op te lossen. Maar dat is toch die military standard dan? Ja, mijn werk is ontzettend afwisselend. Elke dag is anders, je kan je nergens op voorbereiden. Dus ja, als je denkt dat je alles gezien hebt, dan is dat niet zo. Verder heb ik een ontzettend leuk team met 14 dames en 1 man. Ontzettend gezellig, dus dat maakt het werken nog leuker. Die Jen Lees, die is al van zaterdag. Ik heb chemie gestudeerd in Den Bosch. En wat me vooral in die studie heeft geholpen bij wat ik nu doe, is het onderzoeken, het analyseren, niks baseren op aannames, maar alleen maar op feiten, om zo een juiste beslissing te nemen. Ja, dus hij is in de war met 2 verschillende dingen. Ik vind mensen aansturen ontzettend leuk. Dus een coördinatorfunctie lijkt me ontzettend tof om te doen. En eventueel later doorgroeien naar teamleider.